Je verjaardag 22. Top, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, als ik hem opzet, sta ik een beetje van. Mag, je mag hem ja? Ja, okay. Natuurlijk, natuurlijk. Kijken. Ja. Gaat het zo? Ja. Moet je even zingen? Ja. Door naar Leiden, waar handhavers Johan en Michael fietsend door de stad gaan. In een park is het wel heel druk. Ja. Ja, inzicht. Er is wel heel veel teringzooi. Leiden is een studentenstad. Leiden is wel een stad waar heel veel oude huizen zijn. Waar je geen tuin hebt als je niet buiten het centrum woont. Dus gaan mensen dan doen in de zomer. Die gaan lekker naar het park. Wat ook helemaal goed is. Hè? Daar zijn parken voor. Moet je ook lekker doen. Maar moet natuurlijk wel netjes en met respect voor de omgeving en voor de bewoners die hier wonen. Je moet er niet, natuurlijk overlast bijna niet te voorkomen, maar niet te veel overlast van. Het is een grote groep, alleen ja, die praten druk en dat maakt het geluid. We gaan in ieder geval even aanspreken, maar de situatie, gezien het weer, begrijpelijk. Ja, duidelijk. En hoeveel man schat je in totaal? Met andere groepen ook bij? Ja, 50 à 60 personen. Goedenavond, hallo! Zijn jullie van de studentenvereniging? Nee. Niet? Maar jullie horen bij elkaar allemaal? Ja, of? Nee, nee, nee. Nee. En alles wat hier omheen staat? Hoort niet bij ons. Hoort niet bij, hoort niet bij jullie? Oké. Okay. Jullie ruimen het allemaal netjes op? Ja. Top. Ik ben de rest van omheen staan. Jij bent? Ik ben van de rest. Van de rest, oké. Okay, maar we krijgen namelijk klachten van andere mensen die daar wonen. Over het geluid, over de rotzooi. Kijk, dat vind ik helemaal top dat er we hebben ook heel veel zakken mee, ook, dus precies weer. Ja, superleuk. Ben je jarig, of niet? Ja. Ja? Ja. En dus ben je voor je verjaardag? 22. Top, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, als ik hem opzet, sta ik een beetje van. Je mag hem opzetten? Ja, ja. Okay. Natuurlijk, natuurlijk. Kijken. Ja. Kan het zo? Ja. Moeten we zingen? Nee, dat hoeft niet. Nee, jij bent jarig. Ja, maar dat maakt niet uit. Oké, okay, dus... Nou, ik krijg zo'n klachten. Maar over wat? Over het geluid? Of, ja. Ja, nou kijk. Dat je aan het praten bent als op een gegeven moment 50 à 60 mensen zo. En iedereen is aan het praten. Dan maakt dat geluid. Ja. Is dat verboden? Nee. 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 En eigenlijk ja, is dat om deze tijd nog te doen. Ja, het is nog steeds 8:30. Na 10 wordt het wel een ander dingetje. Ja. En waar mensen kijken en waar ze heel vaak boom voor zijn, is van dat er heel veel van een troep achtergelaten wordt. Ja, nee, ja, nee, maar we hebben sowieso bij jou zo'n kans. Ja, dat is wel. Ja. Wat u nu hopelijk ook ziet, is dat er gewoon wel. Wij zorgen in ieder geval voor vuilzakken. Maar ik kan u wel beloven dat wij gaan sowieso. Ik noteer even dat ik jou gesproken heb. Maak even een waarneming van. Ik maak een foto. En ik zeg er even bij dat ik jou gesproken heb. Als het niet oké is, dan ga ik wat verdienen. Oké. Okay. En dan maak ik even een mooie foto en zo. Kunnen we niet een selfie doen? Met jouw telefoon? Nee, ik bedoel met deze camera. Dat is toch veel leuker? Ja. Nee, mag het niet? Met blikjes bier in de handen, wat vuilnis is. Ja, niet in de officiële waarneming. Dat is daar plan. Ja, maar dat was wel leuk geweest. Een grote groep hebben we afspraken meegemaakt dat ze het netjes achterlaten hebben. Als het niet vanavond netjes opgeruimd is, dan hebben we nu jullie naam. En dan krijg jij daar de bekeuring voor. Dus dan lopen we dat een beetje die druk toch wel iemand doet, de groep doet aanjagen. Dat het opgeruimd wordt. En we hebben al het deel laten opruimen. Want ja, op zich is het natuurlijk helemaal niet nodig om alles zo op de grond te leggen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.